De Percheron is een van de oudste Franse rassen en komt oorspronkelijk uit een uitgestrekte regio in Perche in Normandië, waar hij zijn naam aan ontleent. De geschiedenis van het ras vormt het middelpunt van de oneenigheid. Voor sommigen zou de Percheron afkomstig zijn van Mary's uit Bretagne die Clovis de eerste rond 496 zou hebben teruggebracht naar Normandië, die vervolgens zouden zijn gekruist met Arabische paarden. Voor anderen zou hij de afstammeling zijn van een paardenstam van de Moren, die de cavalerie tijdens de slag bij Poitiers zou hebben buitgemaakt en ze vervolgens naar de Perche zou hebben gebracht. Deze laatste versie is degene die de Percheron Horse Riding Society ondersteunt. Hoe het ook zij, het valt niet te ontkennen dat de graven van Perche het lokale vee kruisten met het Oosterse paard dat was meegebracht van hun laatste kruistocht in 1099. Na expedities naar Spanje werd op initiatief van Rotrou III van Perche Iberisch bloed van paarden uit Castilië aan het ras toegevoegd. Toen de Percheron in de 20e eeuw zijn hoogtepunt van populariteit bereikte, zou hij worden geëxporteerd naar het Amerikaanse, Oceanische of Europese continent. Na de glorieuze jaren zal de Percheron tegenslagen ervaren die hem naar zijn ondergang zullen leiden. In de eerste plaats zal de promotiecampagne voor het eten van paarden de afzetmogelijkheden veranderen en zal de Percheron vaak worden gefokt voor de vleesproductie. Dan zullen de Ardennen, die de voorkeur genieten voor landbouwwerk, hem overschaduwen. En tenslotte zullen de Tweede Wereldoorlog en de veralgemening van de mechanisatie catastrofale gevolgen voor hem hebben. In de jaren 70 was de situatie kritiek en was de enige uitlaatklep het dienen als slachtdier, net als andere rassen trekpaarden in Frankrijk. Om het genetisch kapitaal van het ras, dat aanzienlijk is aangepast aan de vleesproductie, te behouden, werd in 1980 een beschermingsplan opgesteld door de Société Hippique Percheronne en de ongeveer 800 nog steeds actieve fokkers. Het werk van de fokkers en de vereniging zal uiteindelijk beloond worden. De Percheron zal nieuw leven inblazen dankzij de mogelijkheden die er opnieuw voor hem beschikbaar zijn. Met een verfijnder model zal hij deelnemen aan tal van menwedstrijden waar hij, dankzij zijn uitstekende capaciteiten in deze discipline, voor opschudding zal zorgen. Tegenwoordig doet het goed en is het aanwezig in verschillende landen over de hele wereld, waarvan sommigen een stamboek hebben opgericht, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Percheron blijft een van de meest populaire Franse rassen en is erin geslaagd de eeuwen door te brengen om ons een nobel paard te laten bewonderen, vaak de bijnaam de gigantische Arabier.